Yo, ik ben Rick en welkom terug bij Rick speelt Minecraft. In de vorige aflevering, bok, hebben wij deze super gigantische wereldmap gemaakt. En man oh man, wat ben ik blij dat we dit gedaan hebben. Want moet je nou eens kijken hoe tof dit eruit ziet. Het is echt heel tof. Trouwens, in de vorige aflevering had ik natuurlijk geïntroduceerd dat wij een nieuwe manier hebben van webcammen. Ja, dat ging een klein beetje fout. Dat had ik ook in de livestream van Rick speelt Minecraft. Waarin we in de Nether op zoek gegaan zijn naar Ancient Debris. En dat was eigenlijk dat mijn camera ook een audiosignaal naar mijn opnameprogramma stuurde. Dus je hoorde een soort van echootje. Dus het spijt me als je dat gehoord hebt. Ik heb geprobeerd het zoveel mogelijk weg te werken. Ging natuurlijk niet 100% goed. Maar ja, voor mij is het wel redelijk gelukt. Als het goed is, heb ik ondertussen dat wel gefixt. Naast dat ik ook het vertragingsverschil gefixt heb. Dus de HDMI van mijn camera en de opname van Minecraft, dat lag ook niet helemaal gelijk. Als het goed is dat allemaal gefixt. Dus, terug naar het spel. Deze map. Man oh man, wat tof. Het was natuurlijk heel erg de bedoeling dat deze hier ging komen. Dat is een van de redenen waarom we deze bibliotheek aan het bouwen zijn. En ja, ik ben best wel blij met de uitkomst ervan. Uiteraard hebben we nog een hoop werk om te doen aan de bibliotheek zelf. Daar gaan we niet vandaag mee verder. Ook al zat het wel te kriebelen, maar ik bedacht me dat het misschien een goed idee was om een ander project eerst even op te pakken. Goed, ja, zoals je dus kan zien, dit is onze grootste leefruimte eigenlijk, waar we het meeste zijn, waar we het meeste bouwen, waar we het meeste doen. En ja, dit is dan de bibliotheek waar wij op het moment zijn. Dus dat is hartstikke tof. Nee, wij hebben een goudboerderij in deze wereld. En deze goudboerderij die is niet helemaal werkende. Niet 100% zoals het moet zijn eigenlijk. Ja, wat bedoel ik daar nou mee? Nou ja, in principe genereert die goud en genereert die XP. En dat is helemaal de bedoeling van die boerderij, dus dat is top. Maar ja, er zijn nog een paar gemakken die ik eigenlijk mis. En dat is een automatisch sorteersysteem en een manier om ervoor te zorgen dat alle XP naar ons toe komt, zonder dat wij naar beneden hoeven te gaan om alle XP te halen. Ik zal je laten zien wat ik bedoel. Zoals we dus kunnen zien, dit hier zo is onze goudboerderij. Dus, nou ja, zoals je kan zien, we moeten nog een deel hiervan vervangen met magmablokken. Dat is dus nog iets wat we moeten doen. En op een moment droppen alle pikmen, als we ze boos maken, door deze tunnels heen, droppen ze al hun items in deze chesten. Dat zijn 4 losse chesten, dat is niet 1 systeem, dat is jammer. En alle XP blijft daar ook achter hangen. Dus wat er gebeurt als je deze boerderij iets van 5 minuten laat lopen, dan komen er zoveel XP balletjes daar beneden, dat je spel gewoon super laggy wordt. Dan kan je echt gewoon niet meer spelen. Dan kan je niet eens normaal naar beneden om die dingen op te halen, zeg maar. Ben ik laatste keer door dood gegaan. Is een beetje ongemakkelijk. Dus we moeten een paar modificaties maken om ervoor te zorgen dat dat niet meer gebeurt. Dat al het goud gewoon op 1 centrale plek terechtkomt, dat zou ik heel erg fijn vinden. Maar ook dat alle XP-ballen naar ons toe komen. Zodat we niet meer moeilijk hoeven te doen over, ja, weet je wel, ophalen van die dingen. Steeds weer naar beneden, dan moeten we weer omhoog, moeten we weer raketjes verspillen. Is gewoon iets wat we niet willen doen. Dus dat zijn modificaties, upgrades en verbeteringen die wij vandaag gaan maken. Auw, dat deed pijn. En ik ga de modificaties baseren op een ontwerp van Illmango. Misschien kennen jullie dat wel. Dat is een, ja, een soort van technische Minecrafter, zou je dat kunnen noemen. Zo heet dat. En wat ik daarmee bedoel is dat dat iemand is die heel erg ingaat onderzoek doet naar de game mechanics. Dus de manier waarop zombie pigments bijvoorbeeld spawnen, weet je wel. Dus wat is nou de meest efficiënte boerderij die je kan bouwen? Dat is iets wat hij onderzoekt. Waar hij allemaal testen voor doet. En ja, daar heb ik nooit zo'n zin in, want dat is veel te veel werk. Dus ik laat het altijd andere mensen doen en die maken daar dan video's van. En op basis van die ontwerpen maak ik mijn ontwerpen voor boerderijen in deze wereld. Nou, als je dus een kijkje wil nemen naar wat hij allemaal ontdekt heeft en wat de meest efficiënte vorm van deze boerderij is, dan zal ik een linkje achterlaten in de beschrijving, dus die kan je zeker checken. En met dat gezegd gaan wij dus, ja, een paar modificaties maken aan deze boerderij. Op zich is dat goed te doen. Het zijn wel redelijke modificaties, maar het grootste werk is het bouwen van deze platforms. En dat is op zich al gedaan, dus dat is fijn. En verder gaan wij gewoon lekker gebruik maken van zijn ontwerp, van zijn kennis eigenlijk. Om ervoor te zorgen dat dit echt een super toffe boerderij gaat worden. Dus de manier waarop de nieuwe goudboerderij gaat werken is eigenlijk een beetje anders dan de oude manier. Dus wat wij deden is, wij stonden daar zo op de platform. Wij maakten zo'n pigment boos. En die pigment die zouden dan vervolgens in een van deze 4 kolommen komen. Dat is de manier waarop een pathfinding werkt. Dan zouden zij vallen daar naar beneden. Dus ze zouden gedood worden door zwaartekracht. En dan was het de bedoeling dat via pistons en slijmblokken en ijs de XP, dus zeg maar via deze ijsdingetjes, zo omhoog ging naar ons toe.
Dat is de manier. Maar slijmblokken zijn wat veranderd, dus dat werkte niet helemaal. Dus dat systeem heb ik eruit geript. En ja, eigenlijk nog nooit echt een ander systeem voor gevonden. Dus ik bedacht me van ja, het is leuk dat dit niet meer werkt. Maar ik heb eigenlijk geen idee hoe dit wel gaat werken. Dus laten we gewoon een heel ander ontwerp daarvoor in de plaats bouwen. En dat gaan wij dus hier in het midden doen. En het nieuwe systeem, dat is dus de reden dat wij hier dit glazen platform hebben, is dat wij hier zo gaan staan, ongeveer. We maken wederom al die Pikminbo's en die komen dan naar ons toe lopen. En dit hele platform is dus glas, om ervoor te zorgen dat niks kan spannen, want niks kan spannen op glas. En dat alle zombie Pikmin een zo direct mogelijke route naar ons kunnen vinden. Dus niet dat alle Pikmin over een 1 blok breed bruggetje moeten, maar dat ze gewoon direct naar mij toe kunnen lopen. En dan gaan ze uiteindelijk hier in 4 verschillende punten gaan ze afgemaakt worden. En vanuit daar komen hoppers die alle spullen zullen oppakken. En de XP zal dan ook automatisch naar ons toe gaan. Het is niet mijn ontwerp, dus ik ga je niet precies laten zien hoe dit ontwerp in elkaar zit. Wat de beste manier is om het te bouwen. Want dat zou gewoon kopiëren zijn van andermans ontwerp. En dat is niet wat ik wil doen. Het is niet mijn ontwerp, dus ik neem niet de credit. Dus ik ga gewoon zo meteen een klein beetje laten zien hoe de boerderij werkt. En voor meer details moet je gewoon de video bekijken die in de beschrijving staat. Iets wat we wel nog moeten doen is even al deze blokken clay, dit is klei, omvormen naar deze magma cube blokken. Magma blokken, zo heten ze toch? Ja, volgens mij wel. En de reden daarachter is eigenlijk dat zombie Pikmin kunnen spannen op kleiblokken, maar ook op magma blokken. Zombie Piglins, die kunnen niet spannen op magma blokken en wel op normale blokken. En ja, hier, die Piglins, die helpen dus niet met de efficiëntie van onze boerderij. Die droppen geen goud en die raken ook niet op dezelfde manier agressief richting ons als zombie Pikmin dat doen. Dus als we kunnen voorkomen dat die spannen, dan zou dat heel erg fijn zijn. Dus daarom gaan we al dit klei vervangen voor magma blokken. Ik weet niet of ik genoeg ga hebben, ik vermoed van niet. Maar we gaan in ieder geval wel gewoon weer een slagje verder komen. Ik zal even een kleine update geven over hoe ver we zijn. We zijn echt wel lekker op weg, zoals je wel een klein beetje kan zien. Nou, misschien ook niet trouwens. Dit is eigenlijk hetgeen wat we voornamelijk aan het bouwen zijn. Dit stuk hier zo. Allemaal minecarts, zoals je wel kan horen. Dus even kijken of we dat niet een klein stukje zachter kunnen zetten, is dat deze. Dan verder zijn wij dus bezig met het installeren van de nieuwe manieren waarop we deze zombie pigments gaan afmaken. Dus wat wij hier hebben is een systeem waar heel veel minecarts staan. En met heel veel bedoel ik echt heel veel. Per vakje hier zo zitten 24 minecarts. En wat er dus gebeurt als je daar dus invalt, is dan neem je damage. En dan zeg maar, als je daar langer in blijft staan, dan neem je natuurlijk meer damage. Dus dat is eigenlijk best wel een hele effectieve manier om om zombie Pikmin af te maken terwijl ze niet hoeven te vallen, zeg maar. Dus dat is echt ideaal. Daaromheen gaan wij een aantal anvils plaatsen, zoals je hier kan zien. Dat zijn we dus hier aan het doen. En dat is omdat anvils natuurlijk net iets dunner zijn dan een blok. Zoals je kan zien, hè, een anvil gaat tot hier zo en een blok die gaat natuurlijk tot hier zo. Dat zorgt ervoor dat er meer Pikmin tegelijkertijd deze ruimte in kunnen vallen. Dus als het normale blokken zouden zijn, dan zullen er maar 1 Pikmin tegelijk in kunnen vallen. En als het met anvils hier gedaan wordt, dan kunnen er 2 tegelijk invallen. Dus dat zorgt er gewoon voor dat het ding alleen maar sneller gaat. Dat is geniaal, dat is prachtig, dat is hetgeen wat we willen. Want op die manier zorgen we er dus voor dat er dus zo snel mogelijk weer nieuwe zombie Pikmin kunnen spannen. En dat is natuurlijk hetgeen wat je wilt als je een hele efficiënte boerderij wilt maken. Nou, daaronder, onder deze minecarts zit een blok. En daaronder zit een hopper minecart. En die hopper minecart die zorgt ervoor dat je alle drops dus gaat oppakken. Een hopper minecart kan door een blok heen, dus dat is prachtig. En zoals je kan zien, 2 blokjes glas die zaten dus net in deze hopper. Dus die zorgen ervoor dat alles lekker en netjes en fijn wordt opgepakt. En wij gaan dan uiteindelijk hier zo in het midden staan. We hebben hier een half slab, dus alle zombie pigments die gaan hier dood. Daar kan het XP dan onderdoor als het goed is. En die zullen wij dan automatisch oppakken. En dan gaan we op een plekje staan dat wij ervoor zorgen dat we altijd een soort van line of sight hebben met zombie Pikmin. Die ervoor zorgen dat wij dat altijd nieuwe boos worden, om het maar zo te zeggen. Op die manier houden we de boerderij gaande. Nou ja, deze anvils zijn bij elkaar best wel duur natuurlijk. Samen met alle minecarts, dat is 24 keer 4, dat zijn er natuurlijk bijna 100. Dus dat is een hele hoop ijzer wat wij er doorheen aan het jassen zijn op het moment. Maar goed, we hebben op zich genoeg. Tenminste, dit is wel het laatste wat we hebben. Maar ik denk dat we wel genoeg hebben om deze boerderij af te maken. Dus wat wij nu gaan doen is nog een soort van
dingetje hier bovenop bouwen. 3 hoog, zodat er niet zombie Pikmin hier tussendoor komen en dan opeens ons gaan aanvallen. Dat is natuurlijk niet hetgeen wat we willen hebben. Deze gaat bijvoorbeeld nog 3 hoger, geloof ik. Dus dat is iets wat we even moeten doen. Ik dacht, ik geef jullie gewoon even een updateje. Want anders dan is het straks dat ding straks gebouwd. En dan hebben jullie ook zoiets van, hè, wat is er nou allemaal gebeurd, joh? En dat is natuurlijk niet iets wat we moeten hebben. Dit hier zo. En al dit hier beneden, dat gaat uiteraard allemaal nog weg. Dit blauwe hier zo allemaal ook. En uiteindelijk gaat dit dus de hele boerderij zijn. Alright, moet je kijken. Dit is ergens op aan het lijken, nietwaar? Ik had uiteindelijk nog meer ijzer nodig. Ik heb nog ergens een kleine stack aan ijzerblokken vandaan weten te vissen. En we hebben precies niet genoeg ijzer voor eentje. Dus dat is heel erg zuur. Die gaan we nog even ergens vandaan zien te vissen. Dat moet vast wel lukken. Maar verder is dit middenconsole af. Min dan het sorteersysteem hieronder. Min dan al die dingen, zeg maar. Maar dit hier zo is af. We moeten natuurlijk nog wel even dit hier zo weghalen. Want dat is niet de bedoeling. We moeten dit hier zo weghalen. We moeten even al deze blokken en chesten en shulkerboxes hier zo weghalen. Maar daarna kunnen we hem gaan testen. Dus ik denk dat ik hier even de bezem doorheen haal, om het zo maar even te zeggen. Even alles schoon gaan maken, even alles opruimen. En dan gaan we de boerderij gewoon even een test geven. Oké, nou, het lijkt erop dat onze boerderij functioneel kan zijn. Moeten we even testen natuurlijk, maar het lijkt erop dat alle elementen van onze boerderij in plaats zijn. Wat dus betekent dat als wij zombie Pikmin boos zouden maken, dat het zou moeten werken. Dus we gaan het even proberen. We hebben hier wat sneeuwballen. Dat moet als het goed is werken. Dus we gaan deze even gooien naar een paar van die mensjes. En dan zijn ze boos op ons. En dan gaan wij hier staan. En als het goed is, komen zij mooi hier deze gaten in. En dan gaan ze daar allemaal dood. Wow. Hoop lawaai. Nou ja, op zich lijkt het erop dat het aan het werken is. En moet je kijken, we krijgen alle XP. Dat is heel erg chill. Dat niet nu ergens in the middle of nowhere een beetje zit weg te vallen ofzo. Ja, het lijkt er wel een beetje op dat er hier zo eentje een beetje blijft haken. Dat is jammer. En verder stopt het nu ook. Dus daar moeten we even iets op verzinnen. Dat is verder geen probleem, maar ik bedoel, ik ben al lang blij dat het gewoon doet wat het moet doen. En natuurlijk allemaal goud verzameld. En dat gaat momenteel nog even nergens heen, maar dat gaan we regelen. Ja, dit is echt heel tof. Ik ben hier echt heel blij mee. Het zou, als het eenmaal door een soort van doorloopt of zo, dan zou dit echt een hele super, super deluxe boerderij moeten zijn. En met doorlopen bedoel ik dat ze steeds boos worden op ons zonder dat wij daar iets aan hoeven te doen. Oh, we moeten wel even voor zorgen dat die daar, dat dit hier zo sneeuw blijft. Maar goed, ja, zoals je kan zien, ze worden allemaal boos. Ze geven ons allemaal spulletjes. En dat is echt heel tof. Ja, echt heel blij mee. Het is een goede upgrade die we hier gemaakt hebben. Oké, er zijn nog wel een paar kleine dingen die we kunnen doen om de efficiëntie van deze boerderij te verbeteren. Ja, zoals onder andere deze dingen hier beneden weghalen. Dat heb ik nog niet gedaan. Zoals je kan zien, daar beneden zijn Pikmin aan het spannen. Dus dat betekent als daar Pikmin spannen, dan spannen ze niet hierboven. En er kunnen maar zoveel mobs spannen. Dus we willen allemaal dat ze hier spannen natuurlijk. En dan hier zo mooi onze killing chamber ingaan. Dus dat moeten we nog even neerhalen. Verder heb ik ook de item sorteersysteem erin gezet. Dus we kunnen daar wel even naar kijken. Het is vrij simpel op zich. Wat ik gedaan heb is, ik heb onder alle hoppers een soort van lopende bandje gemaakt met andere hoppers. En dat is een rondje, dus dat is dit hier zo. En dat zorgt er dan voor dat alle items naar één plek gaan, naar deze rij hier zo. En hieronder zitten alle item filters, dus gouden ingots, rotten flesh en gouden nuggets. Uiteindelijk de dingen die overblijven, dus dat zijn alle gouden zwaarden, die kunnen hier zo terecht. We hebben hier een dubbel chest als buffertje. En dan gaan ze vervolgens deze furnace in, waarin ze omgesmeld worden naar nog meer goud nuggets. En die gaat dan vervolgens weer deze chest hier in. Zoals je kan zien, we hebben al een aantal spulletjes. Ik heb al heel even getest of het werkte. En het werkt, dus dat is top. We kunnen wel even een testje doen. Ik heb hier een aantal laddertjes gemaakt, zodat je makkelijk op en neer kan komen. Super praktisch. En eens even kijken hoor. We moeten wat sneeuwballen hebben. En dan maken we hun even boos. En dan komen ze vanzelf deze kant op. Nog iets wat we kunnen doen is dat er een aantal items, zoals je kan zien, naast de blok vallen waar ze terecht moeten komen om opgepakt te worden door de hopper minecart. Dat is op zich makkelijk te fixen door hiernaast en hiernaast
ook nog een hopper minecart te doen. En dat dan ook in die lopende band te laten gaan. Maar goed, we hebben geen ijzer meer. Echt precies niks meer. Dus dat moeten we even een ander keertje doen. Maar goed, ja, voor de rest. Ik bedoel, we moeten hier en daar af en toe een zombie Pikmin opnieuw boos maken. Dat is ja, ook een beetje jammer. Dat kan natuurlijk ook makkelijker. Tenminste, efficiënter. Als we dat niet zouden hoeven te doen, dan blijft het maar een lopende band, lopende stroming gaan aan zombie Pikmin. Oftewel meer drops, oftewel meer XP, dus dat zou echt super praktisch zijn. Maar zoals je kan zien, het gaat echt bizar snel hoeveel XP we krijgen, hoeveel goud we daardoor dus ook krijgen. Ook al zien we dat nu op het moment niet. Maar als we zo meteen een kijkje gaan nemen naar die chest, dan zitten ze redelijk vol. Dus ik ga doen, is dit gewoon heel even aan laten staan. Op deze manier, dat we gewoon heel even een idee krijgen met hoeveel goud we kunnen krijgen als dit boerderijtje gewoon even zijn gang kan gaan. Ah, die minecart, dat is wel echt een naar geluidje hoor. Maar goed, dat zei zo, dat doen we niet zoveel aan. Ja, ik heb hier ongeveer voor 10 minuten gestaan, dus het is wel even leuk om te kijken, denk ik, hoeveel spulletjes we ondertussen hebben. Au, niet mij killen alsjeblieft. Zo, die en die. En, oh, er komen er nog meer aan. Nou, dat is verder prima. Eens even kijken, we gaan even hier omheen. Nou, moet je kijken, we hebben gewoon iets van 4 of 5 stacks aan nuggets erbij. Rotten flesh erbij, dat maakt me niet zo uit. En ja, ook iets van 10 ingots erbij ofzo, hè. Dat is echt heel netjes. En dan moet je nagaan als we dit straks weghalen, hoeveel beter de farm dan gaat worden. Hoeveel beter de boerderij dan gaat zijn. Ja, ik kan er niet op wachten. Het is echt wel, ik ben heel blij dat we dit gedaan hebben vandaag. In ieder geval, dit gaat het zijn voor de aflevering van vandaag. Ik hoop dat je het leuk vond. En ik zie je de volgende keer weer terug bij Rick Speelt Minecraft. Later!